President Desi Bouterse heeft meer tijd nodig om te reageren op de ontslagaanvraag van korpschef Agnes Daniel. De korpschef heeft na aanhoudende kritiek vanuit het bestuur van de politiebond gevraagd om ontlast te worden uit haar functie. Zij heeft het besloten om de rust in de organisatie te bewaren. Een bemiddelingsteam dat is ingesteld door justitieminister Eugène van der Schan zal proberen de plooien tussen Daniel en het bondsbestuur glad te strijken. De korpschef benadrukt dat zij bereid is om mee te werken aan een oplossing. Als ik niet bereid zou zijn om mee te werken, zend ik een verkeerd signaal uit. En los van het signaal dat je uitzendt, ik ga voor een gezonde organisatie. Omdat we niet de organisatie zijn die cosmetica verkoopt. We verkopen veiligheid. En de samenleving moet op ons kunnen rekenen. En als er de interne organisatie niet rustig is, straal dat uit naar de samenleving. En dan wordt de samenleving ook ongerust. En dat kan ik niet hebben. Mijn verantwoordelijkheid eist van mij dat ik die ruimte bied om aan welk onderzoek dan ook, of op welke mediation, of hoe je het ook wil noemen, om na te gaan wat het probleem is, om het probleem op te lossen, zodat er rust in de organisatie komt en dat de organisatie, de leden van de organisatie, in staat zijn om het werk waarvoor we geroepen zijn en waarvoor we zelf gekozen hebben, te doen op een juiste en een correcte manier. Geruchten dat Daniel onder druk is gezet om te bedanken, spreekt ze met klem tegen. De korpschef zegt dat zij de bevoegde instanties de ruimte geeft om een weloverwogen beslissing te nemen over deze kwestie. Ik heb zelf, en dat was niet eens besproken met de president in dat gesprek dat ik met hem had. Ik ben niet onder druk gezet. Ik laat me toch niet onder druk zetten, want daar heeft het geen zin. De korpschef is een functionaris die met gezag moet kunnen staan in deze samenleving. Korpschef Agnes Daniel over haar besluit om ontlast te worden uit haar functie. President Desi Bouterse heeft meer tijd gevraagd om een besluit te nemen in deze kwestie.